Zo klonk het dus zaterdag in die wereldberoemde kathedraal. Inmiddels is André de Jager weer terug op zijn oude stek, de Bethlehemkerk in Papendrecht. Hij zit nog steeds op een roze wolk. Het is overweldigend. De organisten van wie ik de muziek het liefste speel, die hebben daar ook gewerkt en de muziek gemaakt. Dus die stukken klonken ook zoals ze 100 jaar geleden klonken. Dat maakt het heel bijzonder. De organist heeft al jaren ervaring in het orgelspelen. Maar ja, het orgel in de Notre-Dame werkt natuurlijk net even anders. Een kort lesje orgelspelen. Ik doe de registers weg. Die registers bepalen de klankkleurmogelijkheden. Op dit orgel zijn het 23. Kijk, zo hoor je niets. Zo wordt de wind toegelaten tot dit register. Dan kun je de verschillende klankkleuren meemaken. En hoe zat dat in Parijs? In Parijs is dat gelukkig allemaal voorprogrammeerbaar. Dus met één druk op de knop, wat mijn partner Catharina gedaan heeft tijdens het concert, veranderde alle klanken in één keer. Dat werkt veel sneller. De bezoekers van de Bethlehemkerk in Papendrecht hoeven trouwens niet bang te zijn dat hun André nu zijn neus ophaalt voor het vertrouwde orgelspel. Ik speel hier al 28 jaar en nog steeds met genoegen. Het blijft een prachtig instrument. Dus uitdaging misschien in vergelijking met de Notre-Dame niet, maar ik heb het hier gewoon aan mijn zin.